allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben afgelopen weekend even naar de Action gegaan. Dus het is weer tijd voor een Action Shop vlog. En dat voelt voor mij best wel lang geleden, door de lockdown en alles, dat ik de stad in ben geweest om naar de Action te gaan. Dus ik heb even lekker rondgesnuffeld en allemaal dingen meegenomen die we niet nodig hadden. Sterker nog, ik ging voor één ding naar de Action, het haarserum voor mijn dochter. En die ben ik vergeten. Dus ik heb een reden om terug te gaan binnenkort. Maar ik laat in deze video zien wat ik wel heb meegenomen, wat ik heb gekocht. En ik zal de prijzen onder in de beschrijving zetten, mocht ik het bonnetje vinden in de tas. Want ik heb geen idee waar het bonnetje is gebleven. Het is een mix van beauty, een beetje schoonmaakmiddelen en vooral snacks. Want mijn vriend was ook mee. En we krijgen van de week visite, dus we hebben ook wat lekkere dingetjes meegenomen. Maar goed, genoeg geklet. Laten we gaan beginnen. Ik heb de tas neergelegd hier en ik pak er gewoon random wat uit. Ik begin met deze Milky Way biscuit. Koekjes voor bij de koffie. Ik ken het niet. Maar het zag wel lekker uit. Natuurlijk ook een zak favoriete chips van mijn vriend. Die vindt hij Big Chipito kaaschipjes lekker. En ik lust ze ook wel. Maar niet op de manier hoe hij ze eet. Hij doet namelijk de zak openmaken. En laat hem een paar dagen open liggen. Zodat ze slof worden. Dan hoef ik ze dus niet meer. Maar dat vindt hij lekker. Dus ik kan hem open in de kast gaan leggen. In huis aan het opruimen. Ik heb van de week een paar oude handdoeken weggegooid. En zo'n setje met keukentextiel, dus een keukenhanddoekje en een keukentheedoek. Daar zat allemaal chloorvlekken in, die heb ik weggegooid. En ik heb een nieuwe gekocht, gewoon in het groen, in het donkergroen. Dus die gooi ik zo in de was. Dit is de handdoek. Ja, niet zo boeiend, maar wel nodig. En een fles allesreiniger, deze roze neem ik altijd mee, die ruikt heel erg lekker. Dus met rozemarijn en gember. Deze hele lijn, de afwasmiddelen en zo, heel erg lekker ruiken. Dus die koop ik ook meestal. Maar ik had alles verder nog op voorraad, behalve de alles. Voor onze hond heb ik deze snackjes meegenomen, de Smekkels. Ze heeft bijna geen tanden meer. Als in, ze heeft nog maar twee kiezen volgens mij. Dus deze doe ik dan helemaal in stukjes aan de geven. Vindt ze heel erg lekker. Ik zeg expres haar naam niet, want ze ligt op de bank. Zodra ik de naam roep, dan komt ze hierheen. Ik was al gelijk door dat ik het zei, want ze kwam gelijk van de bank af. Yeah. Dus ik ga er even eentje geven en dan ga ik verder filmen. Haar elastiekjes, gewoon basic zwarte haar elastiekjes voor Sterren en voor mij. Want die liggen door het hele huis heen. En als we ze nodig hebben, kunnen we ze niet vinden. Dus dan neem ik gelijk nog een paar mee. Sterren is ook gek op deze Bubblicious kauwgom. Dit is Strawberry Splash. En voor school of wat dan ook, weet je. Ik neem af en toe kauwgom mee. Ze heeft binnenkort ook toetsweek en zo. Dan mag ze kauwgom meenemen volgens mij. Dus ik dacht, neem hem mee. Ik vond dit vroeger altijd lekker. Maar meestal is het twee keer kou en de smaak is weg. Dus ja, de beautyafdeling een beetje aan het rondneuzen. En daar zag ik deze sjouw van de Spa Exclusives. Volgens mij is dat gewoon Action huismerk. En dit is met kersenbloesemgeur. Het doet mij een beetje denken aan Rituals. Maar ik dacht, ik neem hem gewoon mee. We hebben genoeg douchegel en foam en weet ik wat. Maar ja, ik kon het niet laten. Ook zat ik een beetje bij thee te rondneuzen, want de theedoos is een beetje leeg aan het gaan door alle mokken die we de afgelopen maanden hebben gedronken. En dit is chai tea, herbal food infusion. En ik zag kaneel en zo op de verpakking staan, ik denk dat is altijd wel goed. Ik heb het laatst in een andere video erover gehad dat ik graag wasbare wattenschijfjes gebruik tegenwoordig om te verwijderen van mijn make-up. Ik heb er al een aantal, maar die, ja, weet je, ik moet er genoeg hebben zodat ik het ook elke dag kan gebruiken. En toen kreeg ik de tip dat de Action ze ook heeft. En ik heb gelijk twee setjes meegenomen. Net was het wel dat ik het kaartje eraf haal. Dat er 10 wasbare wattenschijfjes in zitten. Dat is best veel. En het zit dan in een waszakje. Maar ik gebruik een zakje waar je ook zeg maar je BH's en zo in kan wassen. Die heb ik bij de Hunkemuller voor een paar euro gehaald. En die gebruik ik alleen voor de wattenschijfjes. Die heb ik aan de deur van de badkamer hangen. En dan als ik zo'n wattenschijfje heb gebruikt, doe ik hem daarin. Dus ik gebruik niet deze kleintjes. Maar goed, het zijn er heel veel. Ziet de wasbare wattenschijf eruit. Ik voel heerlijk zacht aan. En ik doe ze wassen op 30 graden. Ik heb wel een keer van iemand gehoord dat je ze alleen moet wassen met wasmiddel. Zonder wasverzachter. Ik gooi overal standaard wasverzachter bij. Dus sinds dat ik dat weet, doe ik dat niet meer. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Maar het schijnt dat de werking dan niet meer optimaal is. Dus gewoon wassen met een beetje wasmiddel op 30 graden. En dan zijn ze weer schoon. Dan zie ik nog een zak chips van Cheetos ook. Maar dan dit, ik weet niet hoe dat heet, met kaas. En ja, die gaat ook de voorraadkast in. Video laten vallen dat ik mijn voeten flink aan het verzorgen ben voor de lente en de
de zomer. Dus ik heb voetmaskertjes meegenomen. En die zijn van volgens mij ook het Action Huismerk. Dit is met avocado. En dit is met lavendel. En ook al vind ik de geur niet lekker, zolang de werking maar goed is, zeg maar. En dat zijn van die sokken die je aantrekt. Heb ik ook al vaker laten zien van andere merken. Alleen deze waren een stuk goedkoper. Dus ik dacht, neem er gelijk 4 mee. En dan zag ik ook deze gehypte Max & More Fixing Spray. Echt, iedereen gaat wild hierover. Want elke keer als ik zo'n beauty shop nog kijk van Action, zie ik mensen meerdere flessen kopen. Dus ik dacht, neem er ook maar 2 mee voor de zekerheid. Geen idee of het wat is, maar dit schijnt een dupe te zijn voor de MAC Cosmetics Fixing Spray. En die gebruik ik dus heel graag. Vooral die met kokosnootgeur. Maar ik dacht, ja, als het goedkoper kan en het is net zo fijn, ja, waarom niet? Dus ik heb er 2 meegenomen. Ik ga hem testen. Vind ik hem fijn? Hè, dan heb ik er 2. Vind ik het niet fijn? Dan gaan ze naar mijn dochter. Maar ik wil dat wel eens proberen voor dat geld. Een zak Milky Ways. En een zak mini marshmallows. Dit is wel voor ons allemaal, want wij drinken graag caramel latte macchiato en dan met mini marshmallows. Tenminste, vooral Sterre drinkt dat graag. Ze lust verder geen koffie, behalve ijskoffie en latte macchiato, caramel. En dan met een beetje mini marshmallows eroverheen. En als ik het dan toch over Sterre heb, dat is dus mijn dochter, die zit op de middelbare school. En ze maakt soms hele lange dagen. En dan vind ik het lastig om te bedenken wat ze allemaal mee moet nemen voor lunch en alles. En ik weet dat ze dit lekker vindt. Dat zijn van die Nutella sticks. Dat zijn echt gewoon van die mini soepstengeltjes met een beetje Nutella. En ik dacht, neem er 2 mee. Dan heeft ze aankomende donderdag en vrijdag voor een lunch dit. Naast wat fruit en een broodje. Maar ik dacht, ja, ik moet af en toe iets verzinnen om het af te wisselen. Want ik hou er ook niet van om elke dag hetzelfde te eten. Maar ik moet zeggen dat ik het verhaal wel lastig vind, want ze lust ook niet alles. En voor in de auto heb ik deze salmiak mix meegenomen. We zitten regelmatig in de auto en dan bijvoorbeeld als we naar mijn ouders gaan, dat is 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. En dan willen we een zuurtje of iets hebben. En dan staat dit pakje er. In de keuken en dan vooral in de voorraadkast heb ik 3 kruidenmolens meegenomen. Dit is met pink, roze zout. Zo'n molen. En dit is Easy Roast. Roy die dacht dat dit wel wat zou zijn. We hebben een mooie barbecue en zo. We willen van de zomer doen we dat. Of lente doen we dat eigenlijk wel. Zodra het zonnetje schijnt en het iets warmer is als nu, zet Roy graag de barbecue aan. Dus ik dacht, neem deze dan maar mee. En de Rainbow Peppercorns. Dus peper in allerlei soorten. En ik had hiervoor eigenlijk ook laatst bij de Bijenkorf gekeken. Alleen was zo'n molen dan 10, 11 euro. En nu waren ze 1,99 per stuk. Dus ik dacht, neem er gelijk 3 mee. Als laatste nog wat sheetmaskertjes. Ik heb het totaal niet nodig. Maar ik dacht, of voor mijn dochter, of voor mij toch wel, of voor in een winactie. Voor die prijs kan ik het dan niet laten liggen. Er is ook zoveel keuze op het moment. Zoals deze. Dit is de Peach Fruity Face Sheetmask Refreshing. Dit is een Koreaans sheetmasker met bamboe extract. Van hetzelfde merk heb ik ook deze meegenomen. En dit is met kersen. En ik koop eigenlijk op beautygebied heel veel met kersengeur of met watermeloen. Dus ik zag deze en ik dacht, ja, die moet dan ook mee. En dan ook de watermeloen variant die ik heb gezien. Dit is van hetzelfde merk als die peach, maar dan met watermeloen. Het was alweer leeg. Eigenlijk had ik veel meer gekocht dus. Maar dat liggen in de was en in de auto. Ik was ongeveer 50 euro kwijt. Ik vond het best prijzig. Ik had het, ja, weet je, alle kleine bedragen tellen natuurlijk ook op. En ik was net al even niet meer in Action geweest. Dus ik was een beetje mijn mandje aan het volgooien. En het totaalbedrag was iets van 50 euro. Maar ik zal de prijzen van de producten die ik in deze video heb laten zien dan in de beschrijving zetten. Want ik vond net het bonnetje onderin de tas. Dus dat komt helemaal goed. Dat ik even rustig heb rond kunnen snuffelen bij de Action. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Vergeet je niet hieronder gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal en een duimpje omhoog te doen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende video!